Welkom bij Tracks & Trails, het programma voor outdoor- en bergsporters. We laten hier de mooiste plekken en routes in Nederland en Europa zien. Ook in deze aflevering blijven we in Nederland. We gaan via de A1 naar het oosten, over de IJssel en dan bij Holter linksaf. Daar vinden we de Holterberg. Zowel op het water, het asfalt, als in het bos en op de heide gaat Samantha hier een actief en tegelijkertijd leerzaam weekendje tegemoet. Samantha is aangekomen bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer. We zijn hier op de Sallandse Heuvelrug, dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat hier allemaal te beleven valt. Goedemorgen, welkom op de Sallandse Heuvelrug, Nationale Park de Sallandse Heuvelrug moet ik zeggen. En in het bijzonder in het buitencentrum van Staatsbosbeheer. Ja, ik wil graag een lekker actief weekendje plannen. Dus, ja, wat kun je me allemaal aanraden? Nou, dan ben je helemaal goed. Je hebt hier van alles wat te doen. Je kunt wandelen, je kunt fietsen, je kunt mountainbiken, je kunt paardrijden. Nou, eigenlijk voor iedereen wel wat. De regio staat inderdaad bol van de mogelijkheden en faciliteiten voor een actieve vakantie of weekend. Arend bepaalt samen met Samantha de eigen verkenningstocht. Daarnaast is Samantha gekoppeld aan een aantal verenigingen die haar een onvergetelijke kennismaking met dit gebied kunnen bezorgen. Nou, dat zit wel goed hier. Morgen ga ik op stap met de boswachter Arend, maar nu ga ik het gebied verkennen vanaf het water. Dat klopt, en wel vanaf de regge. Samantha is bij de Wilgenweerd, het centrum voor outdoorsporten in deze regio. Hey Marjan. Hi Samantha. Ik zie dat ik goed op tijd ben. We liggen al helemaal goed in het water. Ja, nou, lijkt je dat leuk om te doen? Ja, superleuk. Of wil je wat anders? Wil je misschien... Ja, wat zijn de opties? Nou, je kunt lekker suppen inderdaad, maar kanoën kan ook. We hebben Canadese kano's hier liggen, dus daar kun je ook gebruik van maken. Ja. Zullen we eentje pakken? Suppen staat voor stand-up paddle. Staan op een board en je paddle is je houvast. Hartstikke leuk inderdaad, maar omdat er nog meer op het programma staat, toch maar de kano alsjeblieft. En daar gaan we, onder begeleiding van de suppers, de regge op. De regge is een echt Overijsselse rivier. Vanaf Diepenheim vertakt de rivier zich op een gegeven moment in drie aparte stromen. De boven-, midden- en beneden regge. De rivier mondt vervolgens bij Ommen weer uit in de Overijsselse Vecht. De hele regge die is opnieuw meanderend gemaakt, een jaar of drie terug. Het was gewoon een recht aan rivier. En nu is het echt zo prachtig geworden. Ongelooflijk. Met zoveel natuur om je heen. Door het natuurlijk verloop te herstellen heeft de rivier inderdaad zijn oude glans herwonnen. En terwijl Samantha vooral kan genieten van het landschap, moet er op de boards echt gewerkt worden. En wat is er nou zo lekker aan het suppen? Nou, suppen gaat het om balans te krijgen op je supboard. Je kunt het als een workout doen, maar ook gewoon als een lekkere tocht. Ja, het is ook best wel spannend, hè. Dus de spanning in combinatie met echt gewoon het genieten van de omgeving maakt het suppen gewoon superleuk. En je kan er ook nog yoga op doen, hè? Jazeker, ja. Yoga? Doe maar. Kano varen lijkt ons al spannend genoeg. Ik ben je nog nooit eens beu? Ik moet zeggen, ik vind kano varen na al die jaren nog steeds een van de leukste activiteiten om telkens weer te doen, elk jaar te doen. We zitten al 14 jaar met de Wilgenweerd bij de regge en ja, ik vind dit nog na al die jaren een van de mooiste activiteiten die gewoon door de jaren heen leuk blijft. Zo, nou, zijn we weer. Yes, yes. Samantha is er helemaal klaar voor. De weg over de Holterberg tussen Holte en Nijverdal is een prachtig parcours voor deze kennismaking. En Samantha zal niet lang alleen blijven. De wielervereniging Holte heeft er al gespot en de achtervolging al ingezet. Hallo. Hey, hallo. Goedemorgen. Jeetje, jullie zijn met een grote groep, hè? Ja, we zijn met 13 personen. Even fijn door de Holterberg aan het toeren. Jullie zijn een wielerclub? We zijn een wielerclub. We zijn een wielervereniging Holten. De wielervereniging Holten is een van de vele verenigingen die als lid van de NTFU vele duizenden liefhebbers telkens weer plezier laten beleven aan het toerfietsen. Ja, het is hier een prachtige omgeving, Sallandse Heuvelrug. Ja, inderdaad, schitterend Samantha. Heel veel klimmetjes en deze omgeving is prachtig. En hebben we Marklo en Rijssen, hebben we ook heel veel nog kleine heuveltjes liggen.
Dus voor degene die hier echt hard wil fietsen, die kan hier zijn hart ophalen. En zijn er ook nog evenementen hier in de buurt? De wielervereniging organiseert in het voorjaar altijd een toertocht. In het najaar en in de winterperiode met de mountainbike. Hier over de Sallandse Heuvelrug, een stukje Zuurberg, Beuzenberg. En dat is hartstikke leuk. Mooi. Waar moet je nou op letten als je in een groep fietst? Nou, belangrijk is dat je elkaar de tekens goed doorgeeft. Dus rechtsaf en linksaf goed doorgeven. En als er obstakels komen, bijvoorbeeld een paaltje, eventjes wuiven. Dat iedereen goed in de gaten heeft. Dat iedereen om het paaltje heen gaat en er niet tegenaan knalt. Voor de rest moet je ook goed in de gaten houden dat de groep bij elkaar blijft. En je mensen niet kapot fietst. Dus gewoon goed sociaal met elkaar bezig zijn. Uitdagen mag, Samantha, maar als je hier op dit parcours je krachten niet goed verdeelt, wegen zeker de laatste loodjes het zwaarst. Dag 2 start Samantha met een intensieve run om vervolgens kennis te maken met het fenomeen Kennedy Mars. En ze besluit de kennismaking met de Sallandse Heuvelrug met de tour onder begeleiding van boswachter Arend. Graag tot straks! Terug op de Sallandse Heuvelrug, waar Samantha heeft overnacht op de natuurcamping. Lekker rustig en vrij, midden in de natuur. Maar waar zit je, Samantha? We moeten opschieten, want de runners van atletiekvereniging Holte wachten op je. Goedemorgen. Wat is het toch heerlijk om in de natuur te slapen, zeg. Echt zo rustgevend. Het weer ziet er goed uit, dus het belooft een mooie dag te worden. Snel op pad. De Holterberg vormt elk jaar ook het decor van een aantal grote loopevenementen. En ook hier moeten we natuurlijk meer van weten. Hey! 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 Samantha. Zo, waar gaan we naartoe? Ja, we gaan een eindje de Holterberg in hardlopen. Een duurloopje, oké? Wij zijn aan het trainen voor de Diepe Hel Holterbergloop. En dat is een heuvelachtig parcours. Ja, dan zoek je de heuvels ook wel een beetje op. Wij lopen langs een aantal hoogtepunten van de Holterberg, letterlijk. We gaan ook naar het laagste punt van de Holterberg. En dan hopen we dat je mee kunt komen met ons. Nou, laten we beginnen. Ja, oké. Alright. Hey, jongens. Vanuit de Beukenlaan direct de Holterberg op. Na enkele honderden meters is het gelijk al heuvel af, heuvel op. En Meindert heeft nog een speciale uitdaging voor Samantha. Hey, stop eens even, jongens. Deze kuil wil ik Samantha even laten zien. Dit is de oranje kuil. En dan geef ik heel regelmatig vaartlektraining. Wat is dat? Ja, vaartlektraining is een vaartspel. Je varieert in tempo. Je probeert niet altijd die duurloop. Je varieert zoveel mogelijk. En daar is een kuil natuurlijk perfect voor. Je ziet dat wel. Dat zijn echt pittige beklimmingjes in die kuil met los zand. Je varieert daar in je tempo. Maar dat is eigenlijk gewoon een intervaltraining? Interval is toch wel met echt afgepaste stukjes. Hier varieer je. 10 seconden sprint, 10 minuten rustig duurlooptempootje, 30 seconden keihard die heuvel op. En daar is die kuil perfect voor. Gaan we één keer een stukje kwartiertje proberen, jongens. We nemen allemaal een kant en we vliegen die kuil in en er weer uit. We vliegen die kuil in, Meindert. Verstand op nul, blik op oneindig en gaan. Door het bos en vervolgens over de hei. En ondertussen genieten van het landschap. Ah, jongens, even genieten van het uitzicht hoor. Ja, dat is fantastisch. Want als je hier goed kijkt, zie je onderaan de weg van het fietsparcours van het triathlon. Richting Nijverdal en weer terug. En Holten heeft een van de grootste triathlons van Nederland. We hebben een Olympische afstand, een kwart afstand en een achtste afstand. Een achtste is 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De Olympische afstand heeft dubbel eigenlijk. Dus. En wanneer is die? 3 en 4 juli in Holten. En maar gaan jij ook straks wat doen? Doe je mee straks? Met die diepe hel Holtenberg lopen? Ja. 31 oktober. Ja? En je gaat hier voor de 20? Of voor de 10? De 20 of de 10. We gaan voor de 20. Dan doe ik met jullie mee. Oké, okay, ja. Hou ik je aan. Belofte maakt schuld, Samantha. Samantha is op weg naar Arend. Onderweg stopt ze even op het uitkijkpunt. En wat komt daaraan? Dat is een stevige pas, mannen. Dat ziet er goed uit. Ja, heerlijk, hè? Waar zijn jullie voor aan het trainen? Wij zijn aan het trainen voor een Kennedy Mars. En wel de Kennedy Mars in Haaksbergen. En wat is dat precies? Dat is een mars die is 80 kilometer. En die moet je lopen tussen de 10 uur en de 20 uur. Dus maximaal 8 mag je lopen en minimaal 4. Kennedy heeft in 1963, vond hij dat zijn leger te slap was om 50 kilometer
50 mijl, ruim 80 kilometer te lopen. Dat is uitgemond in dat de minister van Defensie, zijn broer Robert Kennedy, dat heeft aangenomen. Die zijn met 5 man gaan wandelen en Robert was de enige die dat uit heeft gelopen. Mooi verhaal. En terwijl de militaire achtergrond is verdwenen, is de sportieve uitdaging volop gebleven. Niet voor watjes dus. Zelf een keertje mee wil doen met de Kennedy Mars. Dat mag. Ik nodig je graag uit, maar je moet er wel voor trainen. Nou, ik zou zeggen, ik ga alvast even een stukje mee. Ja, ga maar. Ja. We gaan. En dat is de volgende belofte maakt schuld, Samantha. Samantha heeft Arend inmiddels gevonden en ze zijn samen het natuurgebied ingetrokken. Arend zorgt ervoor dat ogen, oren en neus niets onopgemerkt laten. Bijzondere bomen hier, die struiken. Dat zijn je nevenbesstruiken. En jeneverbes is een hele mysterieuze boom. Want we dachten dat ze geen jonkjes meer krijgen. En er zitten wel besjes aan, dus die vallen wel op de grond, die kunnen kiemen. En dat gebeurde niet. 100 jaar lang hebben we eigenlijk geen jonge jeneverbessen gehad. In de laatste 5 jaar vinden we in 1 keer wel weer jonge jeneverbesjes. Dus het mysterie wordt alleen maar groter. Maar het mooie ervan is dat die besjes, die kun je ook gebruiken voor allerlei doeleinden. Niet om alleen om jeneverbes van te maken, om jenever van te maken. Je kunt er wel jenever van maken, maar jenever kun je ervan op smaak brengen. Maar je kunt het ook gebruiken bij wildgerechten. Of bij groentes. Echt om iets lekker op smaak te brengen. Het is een kruidachtige besje. Die zijn pas 2e jaar rijp. Maar deze is nog groen. Zie je hem? Mm-hmm. Ik zie er ook wel een paarse. Kijk, die is van vorig jaar. Deze. En die kun je wel eten? En die kun je eten. Die mag je best proeven. Ja? Ik zeg van tevoren, lekker is die niet. Proef maar. Ik zal het voordoen. In handen van de boswachter? Ja, precies. Ik zal het voordoen. Als ik het overleef, dan overleef jij het ook. Het smaakt een beetje naar kruidnagel achter. Scherp, hè? Ja. Ik heb je gewaarschuwd. Lekker vind ik hem niet, maar misschien jij wel. Maar is het wel gezond? Het is wel gezond. Nou, kijk. Ja. Alles in de natuur is gezond. Dat is waar, Arend. En een beetje fysieke inspanning erbij maakt het compleet. Het is zeker 100 keer zo mooi als de zon zijn gouden stralen strooit. Het is soms te mooi om waar te zijn als die gloed vol over het koren schijnt. Dus bij wie moet ik in godsnaam zijn? Samantha, moet je eens kijken waar we nou zijn. Dit is heel wat anders dan droogheid. Dit is een nat gebiedje. En een nat gebied in de heide, op 40 meter boven de NAP, dat is toch wel heel bijzonder. Maar hier liggen diagonale ondoorlaatbare lagen in de grond, waardoor het water naar boven gestuurd wordt. Het kan niet verder naar beneden, maar het gaat omhoog. Dus dat noemen we kweldruk. Hier heb je kwelwater. En slangen? Vinden we die ook hier? Nou, je kunt hier ook, in dit milieu zou je ook een ringslang tegen kunnen komen. Echt? Ja, een ringslang, maar die is niet gevaarlijk hoor. Maar ook een adder, die komt hier denk ik niet voor, in dit specifiek. Maar in dit soort milieu komt ook anders voor. Maar de ringslang komt hier zeker voor. Kijk eens wat we daar hebben. Zie je wat dit is? Dat is poep. Ja, dat heb je goed. Dat is heel karakteristiek voor een vos. Een vos die draait er altijd de punt aan. En waarom ligt hij nou op een bultje? Omdat hij daarmee laat zien, kijk eens, hier heb ik gepoept. Dat is niet alleen om die keuze te laten zien, maar om zijn territorium af te bakenen. Ja. Dit is mijn leefgebied. De Paltentoren. Oftewel het jachtslot Palten. Het slot is gebouwd in 1903. De heer Palte was zeer geïnteresseerd in astronomie en daarom was boven in de toren een sterrenobservatorium. De windvaan is, heel toepasselijk, een korhoen. Symbolisch. En zo kan Arend nog uren en dagen met Samantha het gebied doorkruisen. Op elke vierkante meter is al wat bijzonders te beleven. Maar ook deze volle dag loopt ten einde. Het waren maar 2 dagen, maar het voelt als een week. Sportief, maar ook qua natuurbelevingen is hij weer echt geweldig. Ik ga hier zeker nog eens terugkomen. Op naar huis.